niet goed mediawijs. Op school gaf de meester les over mediawijsheid. Jongens en meisjes, we gaan het vandaag hebben over mediawijsheid. Zo, nou. Een deel van de groep was super geïnteresseerd. De rest van de groep zat alleen maar op de telefoon te kijken. Wie weet waarom mediawijsheid zo belangrijk is? Eén helft wist het antwoord. En de andere niet. Kijk deze app, die is kei cool. Hoe heet die? Dames, even opletten. Heb je het over ons? Stop je telefoon nou eens weg! Oké. Hé meester, dat is nou precies waarom mediawijsheid zo belangrijk is. Ja, zit de hele tijd op de telefoon te kijken. Wie kan uitleggen waarom dat zo storend kan zijn? Hoezo storend? Ik heb al 300 likes op mijn nieuwe foto die ik net op Instagram heb gezet. Dat is echt vet. Hoezo? Met mijn iPhone en Facebook kun je onzichtbare foto's maken. Kijk maar, selfie, klik, hier staat niemand op. Je snapt er ook echt helemaal niks van, hè? Hoezo weet ik er niks van? Ik weet echt alles van mijn telefoon. Hij heeft al 3000 functies. Nee, dat bedoelen we helemaal niet. Jullie snappen niks van mediawijsheid. Oh, ik ben best wel wijs hoor. Ja, maar niet mediawijs. Ja, maar niet mediawijs. Er is hier een interessante discussie. Hoezo discussie? Wij hebben toch gelijk? En jullie zijn mediadom. Later die dag gaf de leerkracht een mediawijsheidles. Maar de andere kinderen interesseerden zich er niet voor. En waren alleen maar met hun telefoon bezig. Telefoon weg! Moet je dat nou elke keer zeggen? Ja, dat weten we nou wel. Ja. De andere kinderen vonden het respectloos. De kinderen waren helemaal niet mediawijs, waardoor ze allemaal domme dingen deden. Zo, even chatten met jonge meisjes. Inloggen. Enter. Ik ben Brechtje. Enter. Leuk, ja. Maar hoe oud ben je eigenlijk? Enter. 12. Jij? Ik ben ook 12. Enter. Gezellig. Enter. Zou je alsjeblieft een hele mooie foto van je sturen naar mij? Ze had geen idee dat ze met vieze Johannes aan het chatten was en stuurde gelijk de allerleukste foto. Yes. Twee andere kinderen konden alleen maar op hun telefoon kijken. Niet op je telefoon kijken, Jack! Els kijken! Kijk uit! Ja, ik wist dat dit ging gebeuren. Au, au. Ik heb mijn arm in strips en het doet zoveel pijn. Ja, meester. Dan hadden ze maar beter dan ons moeten luisteren. Ik ben wel benieuwd hoe de week voor de rest is geweest. De week was dramatisch. Ik heb de ergste week van mijn leven achter mijn rug. Hoezo was die dramatisch dan? Ik kreeg de hele week te horen dat ik niet op mijn telefoon mocht kijken. Ja, ik ook. Ja, ik ook. Oh, en de rest ook dan? Ja. Ja. Ik vind dat ik nog best mediawijs ben. Ik heb met leuke 12-jarige jongens gechat. Maar hoe weet je dan dat het een 12-jarige jongen is? Dat heeft hij zelf gezegd. Oké, maar ken je hem wel persoonlijk? Hij zei dat hij bij mij op school zat. En moest je ook een foto van jezelf sturen dan? Ja, dat heb ik gedaan, waar ik het knapst op stond. En noemde hij zichzelf dan? Hij noemde zich Johannes, maar zijn profielnaam was badboy533. Dat is geen jongen van 12 jaar, maar een vieze oude man. Wat? Ik dacht dat ik de liefde van mijn leven gevonden had. Ik zei toch dat jullie mediadom waren? Dat vind ik niet netjes dat ik dat zeg. Zij moeten dat nog leren. Zullen wij ze helpen anders? Wat een goed idee! Dat gaan we doen, meester. En zo ging de ene groep kinderen de andere kinderen helpen. Psst, opletten. Oh ja, oh ja. Sylvie, volgens mij weet jij het antwoord. Omdat ze nu wel had opgelet, wist ze het goede antwoord. Zo, jij bent goed aan het opletten. Ja, fijn. Ik kijk nooit meer op mijn telefoon. Het eerste kind was goed geholpen en nu de rest nog. Ze gaan weer oversteken zonder te kijken. En er komen ook nog zoveel fietsers aan. Vette Piet. Nou, zie je hoe gevaarlijk het is om op je telefoon te kijken tijdens het oversteken, hè? Dus wat hebben we hier nou van geleerd? Goed kijken met oversteken en niet meer op mijn telefoon kijken. Goed zo. En vieze Johannes wist de kinderen ook te pakken. Ah, de webcam staat aan. Kijken wat ik voor vlees in de kuip heb.
Zo, vieze vuile man. Ik weet heus wel dat jij geen lekker jongetje van 12 bent, hoor. Politie! Ik zal nooit meer met jonge meisjes chatten. Ik ben van de politie en als ik jou nog één keer betrap op chatten met jonge meisjes, dan ben je er gloeiend bij. Sorry, kan ik me nog uitloggen? Ik zal nooit meer met jonge meisjes chatten. Volgens mij is de politie er.